Welkom in sessie 137 van het Oerol Pot 2 vanuit de kleine mobiele studio 11, waar we verder doen met het onderzoek van het simplex-algoritme. En we hebben dus inderdaad kunnen op basis van een inleidend voorbeeld ongelijkheden een stelsel van ongelijkheden kunnen omvormen naar een stelsel van gelijkheden. En dan is de vraag natuurlijk, want ik zeg het nogmaals, dus ook die, die vierde vergelijking moet dus eigenlijk beschouwd worden als een onderdeel van dat stelsel. Dan is de vraag, ja, hoe pakken we nu dat stelsel aan? Wel, zo'n stelsel. Dus als je dat zou willen oplossen, dus een oplossing vinden, je moet bedenken eigenlijk. Is nu je hebt dus nogmaals in dit voorbeeldje vier vergelijkingen en zes onbekenden, namelijk drie beslissingsvariabelen, correctie, twee beslissingsvariabelen, drie bespelingsvariabelen en één doelfunctievariabele. Dus uw oplossingsverzameling zal een deelverzameling zijn en zal een deelverzameling zijn van R tot de zesde. Ja. Dus met woorden, dat zijn allemaal geordende vezel, dus bestaan uit allemaal geordende zestallen. Ja, waar dus telkens zes waarden in zullen staan. In principe zullen dat er oneindig veel zijn, vermits het aantal vrijheidsgraden groter is dan de, de beperking, dan de restricties. Uh, maar wij zijn dus niet geïnteresseerd, zoals de vorige keer al gezegd, niet in al die oplossingen, maar juist één. Namelijk in die waarbij dus de z-waarde maximaal is gemaakt. Nu, de aanpak is dus... Ja, ga dus de verhoogde matrix opstellen. Wat is weer de verhoogde matrix? Ja, zitten we dus. Ja, kijk, er komt veel bij kijken, hoor. Wel, de verhoogde matrix van een stelsel van lineaire vergelijkingen, ook wel een verbrede of uitgebreide matrix genoemd, ja, is een matrix waarvan de elementen, de coëfficiënten horen bij de onbekende van elke vergelijking zijn. En alle vergelijkingen staan in het stelsel in zogenaamde genormaliseerde vorm. Uitgebreid met de kolom van de rechterleden, met in elke cel de bekende term van elke vergelijking. Dat is eigenlijk een verhoogde matrix. Ja, lees het desnoods nog een keer na. Kijk op het internet. Er zijn zeker heel veel informaties over te vinden. Maar we moeten dus eigenlijk elke vergelijking nu probigjes gaan plaatsen met dezelfde, uh, zeg maar dezelfde uh, onbekende, mooi onder elkaar. Eh? En dat moeten we dus eigenlijk hier ook doen. En uh, dan ook alle termen in onbekende naar het linker lid gebracht, dus naar dit lid gebracht. Wat hier met die, die eerste doelfunctievergelijking nog niet gebeurd is, dus ik moet die nog gaan herschrijven, dus die komt hier eigenlijk nog bij. Maar ik heb hier wel weinig plaats, dus ik zal ze hier schrijven. Dus die zal eruit zien, pas op, dus die, die onbekende moeten naar het... Die termen in die onbekende moeten naar het linker lid. Die staan nu nog in het rechter lid, ik hoop dat je dat ziet. Dus die gaan naar het linker lid moeten, daar ben ik nu mee bezig. Dus min 3x1, min 4x2... Uh, ja, dus plus of min 0, dat maakt niet zoveel uit, dat blijft hetzelfde. Plus, eh, 0, plus eh, eh, 0 keer I1, zo moet ik het zeggen, plus 0 keer I2, plus 0 keer I3. Pas op, dan staat er ook nog z, hè. dus plus 1 keer z is gelijk aan, in dat geval 0, hè, want dat staat nog in het rechterlid. Dus mijn, uh, mijn matrix zal er dan zo uitzien, min 3... Ik ben nu dus deze eerste vergelijking aan het schrijven. De coëfficiënten daarvan tenminste 0, 0. Zet op, het is een zet. Ik heb mij in mijn, in mijn eigen schoolse carrière ook nog wel een paar keer vergist en daar een 2 van gemaakt. Maar let op, het is een zet met coëfficiënt 1, die we doorgaans niet schrijven en het is 0. Rechterlid is 0. Dan gaan we dus naar de tweede vergelijking: 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. correctie 120, hè, want ik hoop dat je ziet dat hier eigenlijk staat: plus 0 keer 2 plus 0 keer I3, plus 0 keer Z. Hè. Dat zijn dus deze waarden. Hè. Dat zijn dus 0 keer I2, eh, wacht, dat is dit hier. 0 keer I3, dat is dit hier. En 0 keer Z, dat is dit hier. Hè. Ik ga het nu terug wegdoen, want ik heb de plaats nog nodig voor mijn volgende vergelijking. Dat is dus één keer, ik ben nu hier aan het kijken, 3... Keer 0 keer I1 plus 1 keer I2 plus 0 keer I2 plus 0 ja, plus 0 keer Z is onder 80. En dan nog de laatste. 1 keer X1 plus 1 keer X2 plus 0 keer I1 plus 0 keer I2 plus 1 keer I3 plus 0 keer Z is gelijk aan 80. Dus dit is mijn verhoogde matrix die we nu dus doorgaans ook nog uh, zo gaan schrijven. En die hebben wij nodig. Hè. Uh, die hebben wij nodig. Daar gaan wij mee werken. Maar uh, meestal, doorgaans, zullen we dat niet zo schrijven zoals we hier doen. Dus doorgaans, ook in het betere boek en de betere website, wat zal er gebeuren? Wel, men zal dus eigenlijk van die matrix een, een tableau maken. Men gaat dat dus zo gaan schrijven. Dus een tableau, uh, ja, een tabel eigenlijk, hè? men spreekt proper van een tableau, ja, van, van een bord eigenlijk. Hè? Uh, waar wij dus nu, ja, dat is een beetje dubbelop, maar ik ga dus nu min 3, min 4, 0, 0, 0. Uh, 1 en het rechterlid is dan 0 en dan krijgen we nog 2. 1, 1, 0, 0, 0, 120 en dan 1, 3, 0, 1, 0, 0, 180 en dan hier nog 1, 1, 0, 0, 1, uh, 0, 80. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er hier staat, ik hoop dat je dat kunt zien, maar nu een beetje gepropriëfeerd. En er staan nog een paar dingen bij en dat is niet onbelangrijk, dus je ziet nu ook de verwijzingen naar dus de bekende. De onbekende correctie. Dit is dus Engels voor right hand side. Ja, right hand side. Dat wil dus zeggen het rechterlid, eigenlijk. Hè. Right hand side. En dan zijn er nog twee andere zaken die erbij staan en die hebben wij ook nodig. Maar voilà, we hebben nu toch al het tableau. Nu spreek je ook trouwens van het initieel, initieel tableau. Dus het begintableau. Want inderdaad, je bent nog niet begonnen. Het is wel waar, dus moeten we daar veel over weten. Maar ja, ik volg daar een beetje de lesnotas. Allee, ik ga er een beetje. Uh, toch wel, misschien wel iets intensiever op in, omdat dus een tableau volgens mij niet aan de orde is, maar we willen wel het simplex al uitleggen. Uh, tenzij ik me daar vergis, kijk het zelf een keer na. Ik ga verder. Kijk, want welke soorten variabelen hebben we nu al? Of gaan we nu dus moeten ontmoeten? Wel, we weten al dat we beslissingsvariabelen hebben, die we typisch afkorten door BV, ja. Uh, we weten al, en dat moet hier dan ook trouwens veranderd worden, besef ik nu, dat moet hier basisveranderlijke worden. Basisveranderlijke... Om er meteen op terug. We weten al dat we de doelfunctie veranderen kunnen hebben. Dat is dat hier. We weten al dat we spelingsvariabelen hebben. En nu dus zijn er nog blijkbaar twee nieuwe soorten variabelen. Namelijk een basisvariabele en een niet basisvariabele Wat is dat nu? Wel ja. Uh, wat is dat nu? Ik weet niet wat er in de volgende pancarte gaat staan. Ik hoop het wel. Wel, een niet-basisvariabel. Een niet basisvariabele krijgen of hebben de waarde nul. Hoe krijgen of hebben de waarde 0? Wel ja, ik moet een paar slides terug gaan, maar ik weet niet waar dat was. Was dat hier? Uh, ja, bijvoorbeeld hier. Ja, hier, hè. Dus, je weet dat je dus vier vergelijkingen hebt en zes onbekende. Dus dat betekent dat je eigenlijk, doordat je dus vrijheidsgraden hebt, twee vrijheidsgraden, dat je dus een aantal correctie, een aantal onbekende vrij mocht kiezen. Je mocht die een vrije waarde geven. Dat wil eigenlijk zeggen, oneindig veel uh, 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 oplossingen. Dat wil zeggen, ik mag hier bepaalde waarden vrij kiezen. Maar wat gaat je nu doen... Je gaat zeggen hier, dat is dus het simpelste algoritme die zegt Oké, okay, weet wat wij gaan doen? We gaan dus niet-basisvariabelen de waarde 0 geven. Maar dat betekent, als je dat dus doet, dat natuurlijk, als je, dus dat betekent in dit geval dus twee. Hè? Dus twee niet-basisvariabelen niet basisvariabelen zijn er in ons concreet voorbeeld en die krijgen de waarde 0. Dus dan moeten één van deze vijf, want de doelfunctievariabelen mag niet meedoen. Één, correctie, twee van deze vijf variabelen moet dat zijn. Die moeten de waarde 0 krijgen. Ah, de welke? Ja. In principe speelt het zo geen rol, maar uh, wat je gaat doen is het volgende. Je gaat zeggen: Oké, okay, eigenlijk ben ik bezig met uh, een, uh, een, een op te lossen van het systeem zoals het ook eigenlijk grafisch eigenlijk is voorgesteld geweest. Kijk, dus wij beginnen, ja, dat is de verdienste van die, een zich onder andere. Je kunt zeggen: ja, hoe komen we hier nu allemaal op? Ja, dat is eigenlijk allemaal bekeken geweest door mensen. Voor ons. Hè. En dus kijk, zeg, als we een keer beginnen hier, hè, dus met, die, met die, die oplossingsmethode, en we zouden hier beginnen in uh, de oorsprong van waar dat die tekening uh, zich, uh, zich bevindt, ja, waar dat we dus getekend hebben, als we nu dat... Hier dus nu pakken de x1 waarde gelijk aan 0 en de x2 waarde gelijk aan 0. Je ziet x2 die trouwens nog staan. Dat betekent dus dat ik eigenlijk ga zeggen dat mijn eerste, want dan zullen er meerdere zijn, mijn eerste basisoplossing zal zijn wel x1 0, x2 0. Ja, en dan natuurlijk dan kan ik niet anders dan die andere variabelen een waarde te gaan geven. Ah ja, welke waarde? Wel, dan moeten we terug gaan kijken naar de vergelijkingen. Als we gaan kijken naar de vergelijkingen en ik zeg dat deze waarde 0 is, ja, die maak ik 0. En deze waarde maak ik ook 0. Ja, dan zal het niet anders kunnen dan dat I1 de waarde 120 heeft, koop dat je dat ziet. Want dan moet je de waarde uitverleiden, dan staat 0 plus 0 plus i1 is gelijk aan 120. Dus I1 heeft 120. I2 koop dat je dat ziet, gaat dan 0 plus 0 plus I2 is gelijk aan 80 180 hebben. En 0 plus 0 plus i3 is gelijk aan 80, dus I3 gelijk aan 80. Dus dat is je eerste basisoplossing. Dat is je startbasisoplossing. Dus uh, waar gaan we die hier zetten? Wel. Ja, dat moet hier inderdaad basisveranderlijke uh, zijn. Dus dat heb ik hier uh, gemist. Maar dus inderdaad, ik maak nu. Hè, dus waar was dat eigenlijk? Ik zeg dat hier zetten. Ik maak dus nu 0 en 0. En dan kan ik eigenlijk, als ik mijn uh, tableau er nog eens bij haal. Kijk, ik heb het ingevuld tableau erbij gehaald. Dan kan ik eigenlijk. Wat ja, wat je gezegd erin niet genoeg. Hij 1 moest zijn uh, 120. En i 2 moest zijn 180. En hij 3 moest zijn 80. Wel, dan kan ik dat eigenlijk, als ik dus zeg: oké, okay, dan kan ik aflezen, dat is dat wat ik wil zeggen, je kunt dat hier aflezen want eigenlijk die I1 die komt alleen maar met een waarde verschillend van 0 voor in deze vergelijking herinner je dat dit dus eigenlijk een uh, verhoogde matrix is, van je, hoorde bij je stelsel, en dat drukt eigenlijk dat stelsel ook uit dus als dit hier 0 is 2 keer 0, plus 1 keer 0, plus 1 keer I1 en dit is sowieso 0, dan staat hier die 120, je kunt hier effectief, en dat is ook de bedoeling, aflezen je kunt dat wel degelijk zien en dus met andere woorden, je kunt ook zien dat er hier dus staat onder 80, dus dat I2 onder 80 is, want ook die I2 komt alleen maar in één ver, uh, uh, vergelijking voor, want er, een andere vergelijking is die 0 en deze waarden zijn 0. En dan tenslotte is er ook nog de waarde 80 de waarde ja, voor dus mijn I3, want die komt alleen ook maar voor in die laatste vergelijking. En dan moet er nog aan toegevoegd worden mijn uh, doelfunctie, uh, veranderlijke. En wat is daarvan de waarde? Kijk, is dat ook 3 keer 0? Want x1 en x2 zijn 0. Dus x1 en x2 zijn 0. Plus 0, plus 0, plus 0, plus één keer z is 0 en met andere woorden, z is 0. En dat betekent eigenlijk, als we dus dit hier erbij nemen, dat we dus nu ja, hier eigenlijk overeenkomstig deze oplossing die hier staat, dat we daar eigenlijk zitten en dat we dat uit het tableau kunnen zien. We kunnen dus zien dat we daar zitten. Hoe? Wel, dat is meteen al hetgeen dat ik u ga zeggen, hoe je dus een niet-basisvariabele kunt herkennen, namelijk zijn kolom, die dus overeenkomt, dus de coefficiënten met die veranderlijke, zullen allemaal of doorgaans waarden hebben verschillend van 0. Ja. Dus meer dan één alleszins. Waarom zeg ik doorgaans? Wel, we hebben ook gesproken over de degeneratie. En bij degeneratie, als er dus eigenlijk iets misgaat, degeneratie, ja, als er iets misgaat, ja, degeneratie, als er iets misgaat, dan zou dat wel kunnen zijn dat die 0 zijn. Maar je ziet hier nu, het zijn niet basisvariabelen x1 x2. Dit zijn basisvariabelen die hebben maar in één uh, rij van dus die kolommen, in één cel, een waarde verschillend van Nul, uh, doorgaans één, maar dat hoeft niet per se één te zijn, maar doorgaans één. En je kunt dus met andere woorden letterlijk dan de basisoplossing, want dus dit is een basisoplossing, de basisoplossing dan uit dat tableau gaan aflezen. Ik herinner u, er zijn eigenlijk voor dat zelfs er oneindig veel oplossingen, maar wij zijn maar geïnteresseerd in eigenlijk één oplossing. Ja, dat is de deze nog niet, dat is waar, maar we moeten ergens beginnen. Ja? De, computer, de computer moet ergens beginnen. Want wat is nu de volgende stap? We hebben nu de basisoplossing kunnen, de startbasisoplossing kunnen bepalen. En dat is al niet min, dat is al heel goed. We hebben die kunnen bepalen. Nu moeten we gaan zogenaamd gaan ophogen. Dus moeten we proberen uiteindelijk naar die optimale oplossing te proberen te evolueren. En dat zal dan eigenlijk het, de essentie zijn van het simplex-algoritme. Dit zijn dus eigenlijk beschouwingen en zaken die dus eigenlijk het eigenlijke simplex-algoritme uh, vooraf gaan. Want nu kunnen we effectief uh, gaan zogenaamd gaan itereren, het iteratief karakter, het herhaalend karakter van de, de simplex-algoritme gaan toepassen. Maar dat zullen we doen in de volgende sessie.